Hey chicas bonitas, wat had moeten eindigen in een grande finale met een super lekkere chocoladetaart is geëindigd in dit. En ik heb echt een hele tijd geprobeerd om een mooi stukje op mijn bord te krijgen, maar it's not working. En ik ga die Pinterest line ga ik jou ook niet voeren. Ik heb deze taart al 2 keer gemaakt en het is een nieuw recept wat ik aan het uitproberen was. Want normaliter gebruik ik altijd het recept van Style Guide. Dus het allerbeste recept voor chocoladetaart staat bij Shirley van Style Guide op de website. Het is echt een veelproef recept. Ik maak het altijd. Ik ga die doorplaatsen op mijn Facebookpagina en ik hoop het toch zo een beetje goed met je te maken. Om het nog iets meer goed met je te maken en in de Christmas spirit te blijven, wil ik het nog heel even kort met je hebben over iets waar ik eigenlijk in de eerste instantie een kerstvideo over wilde maken. Maar toen kwam deze serie uit en toen dacht ik, nou, kan ook wel een andere keer, kan dat volgend jaar. Maar nu, ja, nu ik geen receptvideo heb, dacht ik, ik kan het wel even kort uitleggen. Want het is wel iets wat ik zelf heb geleerd van Gretchen Rubin, de schrijfster van The Happiness Project. En het gaat over het concept Accept Gracefully. En wat betekent dat? Er zijn momenten in ons leven dat andere mensen iets aardigs voor ons willen doen. Zij beschrijft een moment dat ze bijvoorbeeld bij de incheckbalie van een hotel staat en ze komt net $5 tekort of zo voor iets en de man die wil dat gewoon aan haar geven. Maar dat mag dus niet van haar. Omdat, ja, om verschillende redenen, weet je, waarom accepteren we bepaalde dingen die mensen uit aardigheid voor ons willen doen, waarom accepteren we dat niet? Zij legt uit dat dat op dat moment eigenlijk best wel verkeerd is. En waarom is dat verkeerd? Die man wil iets aardigs doen voor haar. En je weet uit eerdere video's wat ik je ook heb verteld, op het moment dat jij iets aardigs doet voor iemand anders, word je daar zelf ook blij van. Op het moment dat die andere persoon dat niet wil accepteren, weigert hij jou eigenlijk een beetje van jouw geluk. Want het is gewoon leuk om aardige dingen te doen voor andere mensen. En ik dacht, daar wil ik het best wel met jullie over hebben. Want hoe reageer jij als jij een complimentje krijgt van iemand? Bijvoorbeeld over je jurk of zo. Zeg je dan, oh, dit oude vod, dat heb ik al heel lang. Of zeg je dan juist heel blij, oh, wat lief van je, dankjewel. Wat mij heel vaak gebeurt als mensen mij bijvoorbeeld een lift willen geven en ze moeten omrijden, zeg ik altijd, ah, nee joh, dan moet je helemaal omrijden. Dat hoeft helemaal niet. Hoe reageer jij op dit soort aardige dingen van mensen? Ik kan voor mezelf vertellen dat sinds ik dat van haar heb geleerd en sinds ik dat heb ingezien, dat ik mezelf echt dwing om aardige dingen van andere mensen te accepteren. Dus als je mij een complimentje geeft, en je ziet het ook altijd in mijn comments, als jullie mij een complimentje geven, bijvoorbeeld over mijn editing skills of iets dergelijks, weet je wat dat tegen mij zegt? Dat jij echt een super aardig en lief persoon bent. Dat jij de energie hebt gestoken om een comment te typen. Dus wie ben ik dan om jouw comment, zeg maar, waardeloos te gaan maken door te zeggen, ah nee joh, dit is niet goed en dat is niet goed en bla bla. Het enige juiste antwoord op dat moment, wat mij betreft, is gewoon, wat super lief van jou. Ik ben zo blij dat je het ziet. Dank je wel dat je zoiets zegt. Want jij hebt iets heel aardigs voor mij gedaan. En dan moet ik dat ook gewoon accepteren. En ik doe dit al heel lang. Doe ik dit bijvoorbeeld als mensen me een complimentje geven over mijn haar of over mijn kleding. Ik zeg altijd, zo lief van jou. Wat dank je wel dat je dat zegt. Ik wilde dit eigenlijk met je bespreken. Ik ben gewoon benieuwd hoe jullie reageren op dat soort aardige dingen van mensen. Vooral omdat kerst komt er zo meteen aan. Je gaat waarschijnlijk complimentjes krijgen over je haar, over je make-up, over je kleding, over je schoenen. Misschien koopt iemand een veel duurder cadeautje voor je dan wat je had verwacht. Wat zeg je dan? Zeg je dan, oh my god, waarom heb je zo'n duur cadeautje gekocht? Beetje half bozig in plaats van juist te zeggen, wauw, zo lief. Jeetje, ik had het helemaal niet verwacht, maar ik vind het wel echt mega lief van je en ik ben er heel blij mee. Of misschien koopt iemand een cadeautje voor je van wie het helemaal niet had verwacht. Hoe reageer je dan? En ja, Accept Gracefully is een concept wat mij heel erg het afgelopen jaar aan het denken heeft gezet. Hoe ik omga met complimentjes en aardige acties van andere mensen. En ik wilde dat al sowieso met je delen in een kerstvideo en nu is daar de gelegenheid voor. Dus laat me even weten in de comments hoe jij op dat moment reageert. Ben jij dan heel blij en accepteer je meteen die aardige daad? Of is het juist een soort van light bulb moment van, huh? Oh ja, maar eigenlijk accepteer ik ook geen complimentjes. Of eigenlijk reageer ik ook een beetje halfbozig als iemand een superduur cadeautje voor me koopt, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet verwacht. Laat me even weten, ik ben heel benieuwd.
En voor nu, weet je, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had ook de keuze gehad om vandaag op zaterdag weer die taart opnieuw te bakken voor de derde keer. En morgen op zondag die video te uploaden. Maar om echt heel eerlijk tegen je te zijn, ik ben kapot. Ik ben echt zo moe van het editen van al die video's. En ik ben gewoon echt toe aan kerstvakantie. En ik dacht, ik hoop, weet je, dat ik het op deze manier toch nog goed met je kan maken. Ik hoop dat je in de sfeer van de Christmas spirit me kan vergeven dat ik geen 10e recept voor je heb. Maar dat ik er wel eentje op Facebook heb geplaatst die ik zelf altijd wel gebruik. En dat je misschien ook aan het denken bent gezet door het concept Accept Gracefully. Ik wil je voor nu super fijne feestdagen wensen. Echt heel erg veel plezier. Heel veel liefde en genieten van samen zijn met je familie. Ik heb het al een keer eerder gezegd, maar ik wil het nog een keer zeggen. Die comments van jullie, die duimpjes omhoog als je hebt geabonneerd. Jij maakt impact op mij. Ik ben echt, echt zo dankbaar voor alle support en enthousiasme die ik van jullie krijg. Je hebt geen idee. Misschien komt het ook niet over als ik gewoon zo dankjewel zeg in de comments. Dus bij deze nog een keer. Dankjewel. Je hebt echt in 2014 zo'n positieve impact gehad op mijn leven. Door alleen al mijn video te kijken. Je hoeft niet eens een duimpje omhoog te steken of een comment achter te laten. Dankjewel. Ik ben je echt heel dankbaar en ik hoop op een fantastisch 2015 die we samen gaan beleven. Dankjewel voor het kijken en ik zie je in 2015 weer. Voor de cheesecake truffels heb je nodig bonjour, poedersuiker, wat pure chocolade en wat toppings waar je de truffels doorheen wil rollen. Ik gebruik geroosterde kokosnootrasp en wat amandel.